Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden te noemen van mensen die begaafd zijn. Een heel bekend voorbeeld is Mozart. Die zijn op zijn 5e jaar al zijn eerste muziekstuk componeerde. Dus dat is nogal wat. Op je 5e. Je moet maar eens aan mijn moeder vragen wat ik op mijn 5e deed. Maar ik weet zeker dat ik geen muziekstuk componeerde. En dat was natuurlijk, er is ook wel wat discussie over of dat nu een talent was of wat het nu precies was dat hij dat zo goed kon. En een ander voorbeeld van iemand die bijzonder begaafd is, en ik heb het niet alleen over intellectueel begaafde, maar gewoon allerlei soorten begaafde mensen die je hebt in de wereld, bijzondere mensen, is een figuur die heet Daniel Tammet. En die is in staat om getallen te voelen. Hij heeft een klein beetje autistische trekken, maar niet heel sterk. En hij heeft zo'n bijzondere gave in de zin dat hij, wanneer hij bepaalde getallen zich herinnert, dan voelen ze voor hem ook iets. Dan hebben ze bepaalde kleuren en gevoelens. En daarmee is hij dus in staat om dus letterlijk honderden getallen in rijen te onthouden. En ook heel snel rekensommen te doen. Maar dat is nog niet alles. Hij is ook nog in staat om heel snel talen te leren. En omdat er natuurlijk een aantal mensen denken, dat is begonnen wel een beetje sceptisch te worden. Want iemand die zowel goed is in getallen, in exacte dingen, als ook in talen, dat lijkt een beetje tegenstrijdig. Dus ze hebben hem uitgedaagd voor een programma van de BBC, waarbij hij het programma werd uiteindelijk uitgezonden op een BBC-uitzending, maar het was op de IJslandse televisie, werd hij uitgedaagd om in het IJsland te gaan converseren op televisie, terwijl hij die taal nog niet kon. Dus hij had ongeveer een week de tijd om het IJslands te leren. Misschien kun je ongeveer indenken, het IJslands is niet de meest eenvoudige taal. Nee. En hij had dus maar een week ongeveer de tijd. Maar hij legde zich erop toe. En uiteindelijk had hij dus een conversatie in het IJslands op de televisie. En het was niet gescript of zo. Dat was niet het was niet dat het nou allemaal op script stond. En degene die het interview met hem hield, die zei naderhand dat dit niet menselijk was. Dus Daniel Tammet die gelooft ook dat autisme een talent is. En dat zijn autisme, wat in zijn geval eigenlijk niet eens zo heel erg sterk is, dat dat een manier van denken is die anders is dan gewone manier van denken. En hij gelooft dat autisten van gewone mensen kunnen leren en gewone mensen van autisten. Dus hij gelooft ook niet dat het superieur is of zo, maar meer dat het een ander soort van denken is. En hij heeft ook een trainingsbureau opgericht, waarin hij dus leert aan mensen om talen te spreken, wat natuurlijk in zijn geval vrij ver ontwikkeld is. Dan heb je een heel ander soort, meer aan de gevoelskant. Kevin Richardson, dat is een persoon die bekend staat dat hij alle wilde dieren op hun gemak kan brengen. Dus zodra hij ook met de meest wilde en enge dieren, zoals bijvoorbeeld tijgers en leeuwen, als hij daar eventjes naar glimlacht, en binnen de kortste tijd heeft hij een band met zo'n dier ontwikkeld. En de andere mensen die rennen allemaal weg, maar hij weet zelfs op die manier de meest wilde dieren op hun gemak te brengen. Dus het is een beetje iets wat zulke mensen heb je wel meer, die dan een soort gevoel hebben met dieren, dat ze heel snel een band kunnen leggen en heel snel ook weten wat de andere dieren voelen. Dan hebben we Kim Peek. Misschien heeft sommigen van jullie wel eens de film Rain Man gezien, in de 90e jaren. Ja. Was het in de 80e jaren, ik weet het al niet meer. Sorry? Ik zeg geen idee. Het was dus best wel een goede film over een soort vriendschap tussen een autistische man
nou ja, autistisch, een wat ze dan noemen een savant. Iemand die dus heel begaafd is, maar tegelijkertijd ook wel heel veel mentale, ja, zeker een handicap heeft. En die wordt gespeeld door Dustin Hoffman. En dan heb je, wat is het ook weer? De andere hoofdpersoon, die is, hoe heet hij ook weer? Ook een bekende acteur. En het gaat om, dus, om een lang verhaal kort te maken, die film is gebaseerd op deze figuur. Dus dit is wat ze ook wel noemen de echte Rayman. Hij is onlangs overleden. En hij was in staat om alles te onthouden. Dus hij had eigenlijk is het een probleem. Letterlijk gezien is het een afwijking in de hersenen dat hij alles onthoudt. Dus als hij een boek leest, dan leest hij zowel de linker als de rechter bladzijde tegelijk. Met ene met het linker oog en het andere met de rechter oog. Dat schijnt je te kunnen leren, maar hij kan dat. En hij is dan in staat om heel snel een boek te lezen. En dan weet hij dus ook precies elk woord. Dus hij kan het reciteren ook. Dit is geen charlatan, maar het is iemand die ook wel voortdurend begeleid moet worden. Dus het is iemand die echt wel heel erg begaafd is. En die dat ook voortdurend toont in publieke optredens en zo. Maar die dus wel ook beperkingen heeft in zijn sociaal functioneren. En, maar ja, goed, inmiddels is hij overleden. Maar een hele mooie anekdote is tussen die Dustin Hoffman, die dus de Rain Man speelde in die film, en Kim Peek, die dus de originele Rain Man was, zei Dustin Hoffman tegen Kim Peek, ik ben misschien de ster, dat wil zeggen de filmster, maar jij bent de hemel. Dat is een mooie anekdote. Dat is mooi, ja. En dat maakt dat hij misschien zo'n goede acteur is geweest, of nog steeds is misschien. Dan hebben we iemand van onze eigen land, Wim Hof. Wim Hof is misschien tegenwoordig wel wat bekend onder de meditatiewereld, in de meditatiewereld. Ik ken verschillende mensen die zijn methode hebben geoefend of nog steeds beoefenen. Het is een methode die hij onderwijst, waarbij je meditatie en ook yoga doet. En op die manier bepaalde dingen kunt, waardoor je beter kunt omgaan met kou. En hij is daar het perfecte voorbeeld van, want hij is dus in staat om heel goed kou te tolereren. Eerst dachten ze een beetje, dat is een beetje in Nederland waren we een beetje lacherig over hem. We noemden hem de IJsman. En iedereen dacht, dat is een soort van charlatan, dat is een soort van bedrieger. En uiteindelijk heeft iemand in Nijmegen, dat is natuurlijk typisch voor een katholieke universiteit, die zijn wat meer open. En die is het wetenschappelijk gaan onderzoeken. En dus dat is de Radboud Universiteit. En die hebben dus echt ontdekt dat hij in staat is werkelijk om op een of andere manier zijn lichaam uit te schakelen. En dus heel goed met kou om te gaan. Ik denk dat hij op dit moment daar heel veel aan heeft. En hij is dus ook in staat om dat is dus deels ook een methode die hij onderwijst. Maar ze weten niet precies waardoor het kan. Dat je dat kunt leren, maar het is dus moeilijk te zeggen, omdat hij verschillende dingen doseert tegelijkertijd. Dus zowel meditatie als ademhaling als yoga. Maar hij is dus in staat om hele bijzondere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld in een zwembroekje hele hoge bergen te beklimmen en de kou te tolereren. Nou, dat zijn wat extreme voorbeelden. Maar het roept gewoon op tot denken. Het roept gewoon op tot discussie. Daarom noem ik die voorbeelden. Waarom zijn sommige mensen begaafd? Dus er is wel wat discussie over. Bijvoorbeeld sommige onderzoekers die zeggen dat Mozart helemaal niet begaafd was. Maar dat hij gewoon een heel erg vanaf kinds af aan was gedrild om dit te doen, dat componeren. En dat eigenlijk ieder kind dat kan. Andere mensen zeggen dat het eigenlijk allemaal mentale afwijkingen zijn. Dat het eigenlijk allemaal mensen waren die ook in andere delen van hun leven zeer slecht functioneerden. En dat op die manier eigenlijk een beetje relativeren van ja, het zijn eigenlijk mensen die een beetje afwijking hebben en die eigenlijk niet goed functioneren. Maar er zijn ook mensen die zeggen dit is een soort van geschenk van God. Dit is iemand die begiftigd is of
begaafd vanuit de hemel. In het Thais is het woord voor talent is bijvoorbeeld pansawan. Pansawan. En dat betekent letterlijk een zegen van de hemel. Er zijn ook gewoon mensen die zeggen dat het puur statistiek is. Dat het gewoon nu en dan is er iemand die uitblinkt. En er zijn ook gewoon mensen die zeggen, die het allemaal relativeren, zeggen dat het bedrog is. Alleen dat is natuurlijk moeilijk vol te houden. Even een wat meer boeddhistisch voorbeeld. Dan breng ik het iets dichter bij ons context. Dit is een man, ik heb al eerder over hem gesproken in een vorige lezing. Damaruan. En Damaruan was een Sri Lankese, of is een Sri Lankese man. En hier zie je hem op hele jonge leeftijd. En er was iets bijzonders aan deze man. Op hele jonge leeftijd begon hij met het zingen van teksten. En dat waren teksten die wel enigszins bekend zijn in het boeddhisme. Bijvoorbeeld de eerste leerrede van de Boeddha. Maar het is heel zeldzaam dat een kind die kan zingen, want het zijn heel moeilijke teksten om te zingen, zelfs voor een monnik. En hij kon het dus vloeiend. Ja, kan je een voorbeeldje laten horen? Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Het was niet de bedoeling om het zo abrupt te onderbreken. Dit is Damaruan. En deze tekst die hij zingt, dat is dus de eerste leerrede van de Boeddha. En het is best wel een moeilijke tekst, want het herhaalt zich. En als het zich herhaalt, dan is het moeilijker om te onthouden, in de zekere zin. Omdat je dan goed moet onthouden wanneer welke herhaling wanneer is. Snap je wat ik bedoel? Als je een refrein hebt in een liedje, om het een wereldvoorbeeld te noemen, dan heb je ook dat probleem soms, dat als er kleine veranderingen zijn, dan moet je die heel goed onthouden. Nou, dit is heel bijzonder, omdat dit een oude opname is van een tape. Dus er kan ook niet mee geknoeid worden. Dus er is één keer, hij zingt ongeveer een half uur lang, en er is maar één keer in geknipt. Dat kan je niet echt, dat is niet een trucage of zo. En dit is een voorbeeld wat niet heel bekend is. Deze man is eigenlijk een beetje altijd de publiciteit heeft hij vermeden. Maar het verhaal gaat, of het verhaal dat hij dus zelf heeft verteld en wat bekend is geworden in de Insight Community in Amerika, de Amerikaanse Vipassana gemeenschap. Het verhaal gaat dus dat hij in staat was vanaf jongs af aan om allerlei teksten te zingen. Die kon hij dan uit zijn hoofd zingen. Alleen het bijzondere was dat hij al die teksten in een hele rare melodie zong, die dus zijn ouders niet zongen. Zijn ouders zongen niet op die manier. Je zou natuurlijk zeggen van ja, hij heeft het van zijn ouders geleerd, maar zijn ouders zongen niet op deze manier. Dus de moderne manier van waarop Sri Lankezen tegenwoordig zingen is niet deze manier, niet deze melodie. En toen zijn ze naar een geleerde monnik gestapt om te vragen van waarom zingt hij op deze manier? Heeft hij dat ergens opgepikt of zo? En toen zei die monnik, dit is een manier van zingen die niet meer in Sri Lanka wordt gebruikt. Maar het komt overeen, de melodie en de manier waarop het wordt benadrukt en zo, komt overeen met hoe er vroeger werd gezongen in de oude tijden. Het is een verhaal wat nogal bijzonder is als je het hoort. En het gaat dus nog verder. Hij had ook dus de gewoonte vanaf 2 jaar ongeveer al, heel jong,
om ineens soms gewoon stil te zitten, alsof hij in een soort van meditatie terecht kwam. En zelfs als ze hem dan schudden, bleef hij gewoon met de ogen dicht zitten. Dus, dat soort dingen gebeuren en dan denk je, is je kind misschien een probleem. Maar goed, hij kon zich dus ook zijn vorige levens herinneren als kind. Nu ben ik wel meestal wel vrij sceptisch over die dingen, maar dit verhaal is wel vrij geloofwaardig, omdat het nooit is verkocht, zeg maar. Het is nooit een documentaire over gemaakt. Het is nooit gebruikt om zijn reputatie op te krikken of zo. Hij is een meditatieleraar, relatief onbekend in Sri Lanka. En hij is bekend in de Insight community, omdat hij met hen samenwerkt, bijvoorbeeld met Jack Kornfield en zo. Maar hij heeft dus verder een tijdje lang in de Sri Lankese overheid gewerkt. En hij heeft ook een tijdje bedrijf gerund en zo. Maar verder is het een hele gewone man. En toen als kind kon hij zich dus nog herinneren dat hij in een vorig leven een monnik was. En dat hij een aantal geleerde monniken volgde. Het is natuurlijk moeilijk om dat te herinneren, maar hij kon dat ongeveer plaatsen als heel lang geleden. Misschien in wat wij de middeleeuwen noemen. En dit soort verhalen is natuurlijk een beetje bijzonder. We weten soms niet zo goed wat we ermee moeten. Maar het toont wel aan dat we nog heel weinig weten over ons verleden en ons heden. Dus een manier om in boeddhisme naar talenten te kijken is misschien ook weer een hele andere manier dan de manieren waarop die we net beschreven. Dit is een verhaal en het is een beetje een gek plaatje, omdat dit gaat over Iwade Bahia. En Bahia, dat was een verlichte in de tijd van de Boeddha. En hij is hier een beetje preuts afgebeeld. Omdat hij de Boeddha ontmoette terwijl hij dus min of meer naakt was. Het verhaal gaat eigenlijk dat hij nog wel iets van een klederdracht droeg. Gemaakt van boom. Hoe noem je dat? Gemaakt van bladeren en zo. Maar hier is het een beetje anders afgebeeld. Maar hoe het ook zij. Het verhaal van Bahia is heel interessant en komt in de oudste teksten terug. In de oudste teksten wordt omschreven dat hij op een dag was hij in een schipswrak, of een, hoe noem je dat? Een schip dat zonk, kwam de hele bemanning om, maar hij wist te overleven. En hij spoelde uiteindelijk op een strand aan. En wist toen vervolgens met een beetje bladeren en stronken hout, wist hij een soort kleren om zich heen te creëren. Omdat hij geen andere kleren had. Al zijn kleren waren allemaal kapot gegaan in het water. En in plaats van dat de mensen hem uitlachten, zagen de mensen hem en dachten dat hij verlicht was. Omdat hij zo eenvoudige klederdracht droeg. En in het begin moest ik daar een beetje om lachen waarschijnlijk. Maar na een tijdje begon hij het zelf ook te geloven. Hij dacht, ik ben vast een uitverkoren iemand of een heel bijzonder iemand. Dus hij dacht van, ik kan zo gaan leven. Mensen ondersteunen mij en ik leef gewoon als een soort van kluizenaar. Maar op een dag had hij had hij een droom. En daarin kwam er een soort van geest naar hem toe. Een soort van hogere geest. We hebben al eerder een keertje gesproken over de betekenis van dromen. Nou, hier heb je dus een duidelijk voorbeeld van een droom die een betekenis heeft. En dit was iemand die op een of andere manier heel vertrouwd voor hem voelde. En het was deze geest, de oudste teksten zeggen daar niet zoveel over. Ze zeggen gewoon dat het een geest was of een hoogstaande geest. Die zei tegen hem, je bent nog helemaal niet verlicht. En je bent helemaal niet bijzonder of zo. Je bent gewoon iemand die die een beetje boomstronk en bladeren om zich heen heeft gedrapeerd. En vervolgens kwam hij eigenlijk
ja, dat had een heel onnuchterend effect op hem. En toen kwam hij in een soort discussie met die geest in zijn droom. Van, ja, maar wie is er dan wel verlicht? En toen zei die geest tegen hem, je moet naar die en die plaats gaan in het noorden van India. En hij woonde daar best wel ver van. Vervolgens zeggen de teksten dat hij dus zo spoedig mogelijk daarheen ging. En dat hij altijd maar één nacht overnachtte overal. En ik bedoel dat hij dus nergens bleef voor lange tijd. En de commentaren gaan een stukje verder. Die zeggen dat hij in één nacht de hele afstand naar het noorden van India duizenden kilometers of honderden kilometers aflegde. De oudste teksten zijn wat minder overdrijven, niet zoveel. Maar ze zeggen in ieder geval niet dat dat gebeurde, maar ze zeggen dus dat... Dat hij niet bleef talmen, zeg maar, niet treuzelde en heel snel naar de Boeddha ging. En uiteindelijk kwam hij dus bij een klooster uit en daar zeiden ze, de Boeddha is nu op dit moment op aalmoezenronde. Zoals jullie misschien weten, de monniken die gaan op aalmoezenronde elke ochtend eigenlijk, met name in boeddhistische landen. En eigenlijk zelfs in landen waar die half boeddhistisch en half christelijk zijn, zoals Korea, Zuid-Korea. En de monniken die gaan dan op aalmoezen ronden en die dragen een soort van schaal. Kan het wel een keertje een echte laten zien. En dit is een eentje zoals die vroeger was, dat is een vrij kleine schaal, waarschijnlijk gemaakt van hout. En in sommige landen worden zulke nog wel gebruikt, bijvoorbeeld in Tibet. Maar in Thailand en andere Zuidoost-Aziatische landen zie je vaak dat ze van ijzer zijn en dan zwart geverfd, om toch een beetje niet te mooi te maken. En dan gaan de monniken dus met zo'n schaal de stad in om hun eten te halen en de mensen ondersteunen. Dus de monniken op die manier. De monniken zijn daarmee afhankelijk. Ze moeten zich gedragen als een goede monnik. En ze kunnen niet te kieskeurig zijn over het eten. Dus ik heb zelf ook dat gedaan toen ik in Thailand nog monnik was. En soms dan heb je eten wat heel goed is voor een westerse maag. Andere dagen heb je heel scherp eten. Dus dat is een beetje iets wat je dan leert om een beetje los te laten. Maar om een lang verhaal kort te maken. Er is één regel dat als je op aalmoezenronde bent, dan dien je niet te veel te praten met mensen. Dan hou je je heel rustig. En kalm en bescheiden. Zodat je niet een soort van reclame gaat maken van ik wil wat eten. Maar dat je heel rustig bent en kalm. Als mensen willen geven, dan kan dat. En als ze niet willen geven, dan geven ze niet. Ik moet dat er even bij zeggen. Dat is de context. En dan kwam die Bahia, die kwam dus naar de Boeddha toe. Die rende naar de Boeddha toe. En waarschijnlijk zoals hij er nu uitziet in het plaatje. En die zei tegen de Boeddha, ik ben op zoek naar de verlichting. Ik hoor dat u verlicht bent. Kunt u mij nu onderwijzen? En toen zei de Boeddha, wacht even. Ik ben nu bezig met de aalmoezenronde. Daarna kan het. Dan kan ik je onderwijzen. Kan ik je iets vertellen daarover? Nee, zegt hij. We zijn allemaal, ons leven is onzeker. We weten niet wanneer we sterven. Ons leven is volledig onzeker. En dus kunnen we beter nu alles doen wat er nog belangrijk is. Want we weten niet hoe lang we nog leven. Het leven is zo onzeker. En de Boeddha die probeerde nog een paar keer om toch eerst die aalmoezenronde af te maken. Maar de Bahia die vertikte het. En uiteindelijk zei de Boeddha, die gaf dus een hele korte, maar krachtige reden. Leerreden. De Boeddha die zei, wel nu dan, Bahia, je moet je zo oefenen dat in het geziene alleen maar het geziene is. In het gehoorde alleen maar het gehoorde. In het gedachte alleen maar het gedachte. En in het gewaarwordene, dus wat je gewaar wordt, alleen maar wat je gewaar wordt. Zo moet je je oefenen. En dan gaat de Boeddha nog een stukje verder over dat je op die manier leert om het niet zelf te beoefenen. Dus eigenlijk is dat wat we doen in meditatie. Dus we laten de prikkels op
laten we er zijn. Hè? Dus de dingen die we horen, de gedachten, de herinneringen die we hebben, alle dingen die binnen zijn gekomen en die rondspoken in onze geest. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die we ooit hebben waargenomen. Maar waar we vervolgens over zijn gaan nadenken, zijn gaan verwerken. Nou, al die zaken, die laten we zijn zoals ze zijn. We laten ze geen vat op ons hebben, maar we gaan ze ook niet wegdrukken, want dan komen ze twee keer zo hard terug. We laten ze gewoon zijn zoals ze zijn, we geven ze geen voeding. En dan uiteindelijk worden die gedachten minder sterk. En uiteindelijk vind je een nieuwe helderheid in meditatie. Dat wil niet zeggen dat alle gedachten verkeerd zijn. In ons dagelijks leven moeten we denken, en dat is zelfs goed. Maar in meditatie leren we dus om onze gedachten te kunnen zijn zoals ze zijn. Het is een bijzondere vaardigheid die we soms, of die we regelmatig moeten oefenen. En de eerwaarde Bhaiya, die leerde dat dus voor het eerst. En deze paar woorden, die in feite een meditatie-instructie zijn, waren voor de eerwaarde Bhaiya voldoende. En zodra hij het ging beoefenen, was hij meteen verlicht. Nu zullen sommigen van jullie denken, ja zeg, als het zo makkelijk is. En jullie zijn niet de enige. Maar goed, daar kom ik zo op terug. Dus naderhand was er een ongeval. Het verhaal gaat dat hij werd door een stier werd gedood. Een wilde stier. En uiteindelijk overleed hij. Terwijl de Boeddha hem eigenlijk nog als monnik zouden hebben willen wijden. Als monnik, dat hij volledig monnik was. Maar dat was dus niet op tijd. En daarmee is het verhaal, lijkt het afgelopen. Maar er zit nog een staartje aan. De Boeddha die zag later het lijk van de eerwaarde Bhaiya liggen op een puinhoop. Een soort van, in die tijd begroeven ze, deden ze niet aan begrafenissen. Dus er was gewoon een lijk dat daar lag ergens. En dat was niet. Toen dacht de Boeddha, we moeten hem eigenlijk een fatsoenlijke plaats bieden. Dus hij liet een kleine heuvel bouwen. Dat was een gebruik wat de Boeddha zelf is begonnen. Er is geen historisch bewijs voor dat het voor het boeddhisme bestond. Hij liet een kleine heuvel bouwen waarin hij het lichaam dus opborg. En die heuvel die werd dan vervolgens vereerd als een soort van herinnering aan de eerwaarde Bhaiya, een soort van nagedachtenis. En dat noemen we tegenwoordig een stupa. En dus dat is een uitvinding van de Boeddha. Maar goed, hoe het ook zij, de eerwaarde Bhaiya, die gaf hij behoorlijk wat eer. En de mensen vroegen zich vervolgens af, wat is er zo bijzonder aan deze man geweest dat u hem zoveel eer gaf? En toen zei de Boeddha, hij was verlicht. En er waren een aantal monniken bij, die waren al een hele leven lang hard aan het mediteren, heel streng aan de discipline, zichzelf aan disciplineren in allerlei manieren. En ze waren nog helemaal niet verlicht, hadden wel duizenden boeddhistische teksten bestudeerd en zo. En ze waren nog helemaal nergens. En toen begonnen ze dus heel erg twijfels daarover te hebben. En de Boeddha die stond dat altijd toe, hè? Die zei altijd van als je vragen hebt moet je die stellen. En zeiden, hoe is dat mogelijk dat zo'n klein aantal, zo'n weinig aantal woorden die u heeft uitgesproken, dat hij daardoor de verlichting kon bereiken? En toen zei de Boeddha de bekende gevleugelde woorden die heel vaak worden geciteerd. Beter dan 1000 versen uit zinloze woorden samengevoegd, is één vers dat zinrijk is, dat rust geeft aan wie het verneemt. En dat is vertaald door Körpershoek schrijft. En het is geeft eigenlijk de waarde aan van de beoefening. Een ander soort van vertaling is dat het ene woord wat werkelijk tot je genomen wordt, is veel meer waard dan 1000 woorden die je alleen maar leest en niet werkelijk tot je neemt. En dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal en een van de klassiekers in de boeddhistische teksten. En het toont aan dat dit toch wel een hele bijzondere man was. Zo'n man die helemaal
uit een heel ander soort leven, wat eigenlijk gebaseerd was op leugens, ineens naar de waarheid overschakelde. Je zou kunnen zeggen dat het een soort talent was dat hij had. Dat hij ineens die keuze maakte. En dat hij ineens naar de Boeddha rende om zijn ding te doen, wat hij eigenlijk al diep in zich verborgen had, als een soort van talent. En er is ook, maar er is een verhaal in de commentaren, die later natuurlijk geschreven zijn, dat probeert te verklaren hoe hij dat ineens kon doen. En dat zegt wel iets over talenten misschien. Het is een overweging, hè? Het verhaal gaat dat hij ten tijde van in een vorig leven, in de tijden van een vorige Boeddha, dat de wereld toen, dat Boeddha was er al niet meer in die tijd, en dat de wereld heel erg achteruit was gegaan, en er waren heel veel monniken die niet meer echt zich beoefenden, en er waren heel veel weinig mensen die nog een mooi en een bijzonder leven leidden. En toen waren er 7 figuren, zou je kunnen zeggen. Het waren waarschijnlijk niet monniken in de zin van het woord zoals we dat vandaag begrijpen, maar ja, een soort van asceten, zeg maar, die samen besloten om op een berg te klimmen en dan vervolgens de ladder of de touwen mee ze naar boven waren geklommen, naar beneden te gooien en dan te gaan mediteren tot het einde. En als ze dan werkelijk de verlichting hadden bereikt, dan zouden ze vanzelf wel weer naar beneden kunnen door hun speciale krachten of zo. En het verhaal gaat dat 5 van die 7 figuren overleden op die berg. En dat de 2, doordat ze de verlichting hadden bereikt, in staat waren naar beneden te komen. En hij was 1 van de 5, die dus niet verlicht waren, maar die als het ware hun leven hadden gegeven voor meditatie. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar het verhaal zegt wel iets over hoe we in boeddhisme kijken naar talent. En ja, dat eigenlijk alle dingen die we hebben in ons leven, alle dingen die we zijn, dat die ook wel dingen zijn die zijn opgebouwd door kleine stapjes. Of je nu gelooft in vorige levens of niet, dat is een tweede. Maar het is wel zo dat er in het boeddhisme zo'n idee is dat je alle goede kwaliteiten, zelfs de meest bijzondere kwaliteiten, geleidelijk kan ontwikkelen, stap voor stap, beetje bij beetje. De volgende. Dus je hebt een idee, wat we in het Thais noemen we dat sandaan. Sandaan is niet zo'n, wordt tegenwoordig een beetje als een scheldwoord gebruikt, maar het is eigenlijk van oorsprong een neutraal woord. En sandaan betekent eigenlijk, komt het uit de Abhidhamma, en het betekent een soort continuum van gewoontes die we met ons nemen gedurende vele levens. Een soort inborst zou je in het Nederlands kunnen zeggen. Gevormd door vorige levens. Dus dingen die we al heel veel levens lang hebben gedaan, die zo aangekoekt, aangeworteld en die zo bij ons horen, dat we eigenlijk er meteen mee worden aangeboren. In positieve geval is dat een talent. In negatieve geval is dat een ramp. Laten we op de positieve kant ons richten. Maar het is een manier om naar dingen te kijken. Zo zou je bijvoorbeeld ook hele verschrikkelijke mensen, bijvoorbeeld iemand als Hitler, zou je kunnen afvragen, is er iets al aangeboren geweest dat hij een bepaalde negatieve relatie had, waardoor een soort haat draagt, dat hij zoveel haat droeg naar de Joden? Of wat was dat hij met zich meedroeg? Het is altijd de grote vraag geweest van de biografen, waar ze nooit echt achter komen. Er zijn wel wat theorieën, maar ze komen er toch niet echt helemaal uit. Zo is er bijvoorbeeld een theorie dat Hitler zo'n verschrikkelijk figuur was en zoveel mensen heeft gedood doordat er een incident was met dat hij een relatie had met een nicht en dat uiteindelijk uit de hand liep en dat hij haar toen heeft moeten opruimen als het ware. Nou ja, en dan die manier als het ware gewend raakte aan het doden, aan het moorden. Maar dat zijn allemaal theorieën, het maakt het nog niet echt helemaal duidelijk. Zo zijn er wel meer dingen, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Mozart. Het is toch een beetje moeilijk om te beweren dat zo'n vader of zijn moeder dat allemaal kan drillen.
Of kijk maar naar een modern talent, bijvoorbeeld als Tiger Woods. Tiger Woods is ook zo iemand die in één keer uit het niets kwam en ineens nummer één werd in de golfwereld in de wereld. Overigens is hij half Thais. Maar men kan eigenlijk niet heel goed verklaren. Er is laatst een documentaire over hem verschenen, maar het is eigenlijk een beetje niet helemaal duidelijk waar dat talent vandaan komt. Want zijn ouders zijn allebei niet golfers of zo. En zijn daar niet echt heel veel mee bezig. Zijn vader heeft er wel wat interesse in, maar hoe komt dat ineens? Dan onderstaat het opeens. Is dat van dat ze hem heel erg hebben gedrild of zo? Of is er meer aan de hand? Nou ja, dit zijn zo wat gedachten die ons aan het denken kunnen zetten. Oh, wacht even. Ik ga dit even laten. Er zijn wel, je kunt ook aan de andere kant kijken van, het gaat er niet zozeer om wat we nu zijn. Dat kun je zeggen. En dat is ook zo. Het is niet alleen maar wat we in het verleden hebben gedaan of waar we mee worden geboren. Het gaat om wat we nu doen. De dingen die we nu doen. Maar het is misschien ook wel iets wat een beetje combineert met elkaar. Het is heel vaak, denk ik, dat als we ons toeleggen op de dingen die we heel bijzonder vinden, of die ons heel erg, ja, onze passies zijn, zeg maar, dat je ook een beetje dingen ontdekt in je die je vanzelf eigenlijk kunt. Die eigenlijk vanzelf eigenlijk gaan. Maar je moet er een beetje naar graven. En zo hebben jullie misschien allemaal bepaalde talenten die je zelf al hebt ontdekt of nog niet hebt ontdekt. Die je eigenlijk al met je meedraagt. Die een deel van je zijn. Je kunt ook zo naar kijken naar goede daden. Er is één leerrede waarin de Boeddha spreekt over vier soorten goede gewoontes die je kunt ontwikkelen. En die je leven een stukje mooier maken. En die dus ook vanuit boeddhistisch perspectief in de toekomst, in de volgende levens, als het ware geleidelijk kunt opbouwen. Zoals ik al een keer eerder had verteld, was er een keer in, ik geloof dat het in Trouw was, was er een keertje een artikel over heel veel jaren geleden. Over de grote geesten van de mensengeschiedenis. En een daarvan was de Boeddha. En de journalist die dit had geschreven, die zei, de Boeddha had eigenlijk heel veel goede dingen onderwezen. Maar als je niet gelooft in volgende levens, dan heb je eigenlijk wel heel weinig tijd om al die dingen te ontwikkelen. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Maar je kunt natuurlijk altijd zeggen van, nou, ik begin er nu aan en wie weet kan ik ermee verder. Maar dingen die hier staan, zijn eigenlijk dingen die eigenlijk positief zijn sowieso. Dus of je nu een volgend leven hebt of niet, dat zegt de Boeddha zelf ook. Van, zelfs als je daar niet in gelooft, dat is iets wat je in beide gevallen, zeg maar iets nuttigs, je leven gelukkiger maakt. Dan staat er eigenlijk vertrouwen. Vertrouwen wordt ook wel vertaald als geloof. Dat is de eerste. Ik heb deze vier ook genoemd in de lezing die ik laatst gaf met het nieuwjaar. Kort na het nieuwjaar gaf ik een lezing over goede voornemens. Van op 30NL, misschien hebben sommigen die gezien op 13NL. En daarin noemde ik dus ook deze vier. De eerste dus gaat dus over vertrouwen. En vertrouwen is het geloof dat als je iets goeds doet, dat dan zeker altijd goede resultaten met zich moet meebrengen. Dat het eigenlijk de aard is van het leven. Dat we altijd goede dingen weer op ons pad vinden als we maar goed blijven doen. Ook al ziet niemand het. Ook al weet niemand het. Het is als het ware de aard van de wereld. Een soort van mechanisme zou je kunnen zeggen. Maar zo wordt het natuurlijk niet in de boeddhistische teksten vergeleken. Want daar zijn ze in een pre-industrieel tijdperk. Maar de Boeddha die vergelijkt het met landbouw. Dus hij zegt, hij omschrijft een karma, een goede daad, omschrijft hij als een zaad dat je plant en dat uiteindelijk uitbloeit als een vrucht. Letterlijk het woord voor de gevolgen van karma is dus rijpen. En dat is het woord wat de Boeddha gebruikt, vipaka. Of soms zegt hij ook pala, dat betekent gewoon vrucht. Dus in feite het geloof dat
dat als je iets goeds zegt tegen iemand, ook al waardeert hij het misschien niet altijd, dat het altijd wel weer op een of andere manier een goed effect heeft. Misschien niet op de persoon om je heen altijd, maar dan in ieder geval neem je het met je mee, die goedheid. En uiteindelijk trek je ook weer goede omstandigheden aan, waardoor die goede dingen, waardoor je die weer makkelijker kunt voortzetten. En dat idee is dus de wet van karma in feite. Maar een vertrouwen is niet alleen maar een intellectueel geloof, maar het is ook werkelijk een vertrouwen van, nou, ik ben bereid om bepaalde dingen te doen die verder gaan dan wat je weet, weet je wel. Er zijn er mensen die daar ook te ver in gaan. Je hebt mensen die hele grote donaties aan de tempel doen, terwijl dat soms een beetje riskant is. Nou ja, dat kun je natuurlijk ook te ver gaan, maar vertrouwen is altijd wel iets heel goed in je leven, als je dat kunt hebben, zeker in deze tijd. Ja. Ethisch leven, dat heb ik ook eerder over gesproken, vorige week hadden we het daarover. Het gaat eigenlijk specifiek over de vijf sila's. De vijf sila's, dat zijn vijf aandachtsoefeningen, noemt Thich Nhat Hanh toch, of niet? Sidia, weet je dat? Ja. Ja. En de vijf sila's, die zijn heel belangrijk. En het zijn dingen die al in bepaalde vorm bestonden voor de tijd van de Boeddha. Maar de Boeddha die voegde daaraan toe de nadruk op aandacht. En daarom was hij ook niet zo te spreken over alcohol en sigaretten, omdat sigaretten bestonden nog niet in die tijd, maar dat was heel erg de nadruk die hij legde op die aandacht. Dat zie je dus niet zoveel in de ethische regels van voor die tijd. Dus je had al een vijf sila's, precies hetzelfde woord, had je al voor de Boeddha, maar daar was het dus niet diezelfde nadruk op aandacht. En je hebt dan ook vrijgevigheid. Dat is eigenlijk, als je zegt ethisch leven, dat is eigenlijk een beetje je beperken. Dan is vrijgevigheid jezelf openstellen. Je hebt eigenlijk allebei nodig. Dat is een soort van combinatie. Het is eigenlijk als het ware het hoofd en het hart. En vrijgevigheid is altijd zo mooi, omdat je voelt je ook een stukje groter worden, hè, als je iets geeft. Dat is het rare soms, want soms dan raak je letterlijk dingen kwijt die je weggeeft. Maar je voelt je dus groter worden. Dat is het bijzondere van vrijgevigheid. Dan heb je nog de volmaking van wijsheid. En dat is verschillende manieren. Meditatie helpt daar natuurlijk heel erg bij. Omdat je de dingen, je gedachten bezinken meer. Je kunt de dingen meer in een juiste verhouding plaatsen. Maar wijsheid ontwikkel je ook door naar mooie lezingen te luisteren. Ik hoop dat dit er eentje van is. Of naar goede boeken te lezen met wijze of inspirerende woorden. Dit zijn zo vier voorbeelden die je ook als een soort van talenten kunt zien, die je kunt ontwikkelen. Ten slotte was het woord talent bij de oude Grieken, als ik me niet vergis, was het een munt. En je zou kunnen zeggen dat als je die munt maar vaak genoeg spaart, dan heb je iets om mee te nemen. Het is misschien niet zo'n heel poëtisch voorbeeld, maar het sluit wel aan bij het woord talent. Ja. Volgens wil ik nog even terugkomen op dit. Als we nu vanuit gaan dat ons leven een oorsprong heeft, dat er bepaalde wortels zijn in dit leven, dat er iets is van het verleden, zoals in het geval van Bahia. Of misschien ook in het geval van mensen die andere bijzondere talenten hebben. Dan kun je het ook omschrijven als de overtuiging dat dit leven een oorsprong heeft. Ja. Dus dat er bepaalde dingen zijn die we in dit leven niet als het ware ons bekend zijn. Of ons vertrouwd zijn. En dat lijkt net alsof dat verder gaat dan dit leven. Dat er iets is daarvoor. Dus je zou kunnen zeggen dat we dat op verschillende momenten in ons leven voelen. Als dit ons leven is, dan kan het zijn dat die oorsprong van het verleden komt. Dat we die voelen in ons leven op bepaalde momenten. Soms is het positief, soms negatief. En dan komen we op het tweede, dat het leven daardoor wel eens onzeker wordt. Omdat die invloed er is van het verleden. En dat ons leven dus allemaal ups en downs heeft. Wie had er gedacht dat 2 jaar geleden... Wie had er toen gedacht
dat we hier allemaal nu zo zouden zitten en dat we nergens op geen kant op konden. Wie had er gedacht dat zoveel Nederlanders zouden luisteren naar iemand als Mark Rutte? Maar goed, we zijn hier toch. Het leven gaat op en neer. Er is onzekerheid. De financiële situatie, een heleboel andere dingen is onzeker. Maar wat we wel weten is dat dit leven zijn waarde heeft. Het mensenleven is heel kostbaar. We hebben zoveel mogelijkheden om goed te doen in ons menselijk leven. En we hebben natuurlijk ook, zelfs in de huidige omstandigheden, nog steeds wel heel veel mogelijkheden. We zijn tenslotte nog steeds wel in een maatschappij waar het veel beter gaat dan heel veel andere maatschappijen of samenlevingen in deze wereld. Die het veel zwaarder hebben onder deze crisis. Als je zo reflecteert op alle verworvenheden die je hebt, hoef je niet schuldig te voelen. Maar je kunt het zien als iets wat je gebruikt, als iets goeds. Als een goede bron om mee te werken. Onderdeel van de verworvenheden die je helpen om het goede voort te zetten. De Boeddha die noemde dat ook wel van het licht naar het licht. Dat je vanuit goede omstandigheden en goede verworvenheden, of die nu van dit leven zijn of van vorig leven, dat je ook weer iets positiefs bouwt. Niet dat je gebruik maakt van je privilege of je goede omstandigheden, maar dat je er misbruik van maakt, bedoel ik, dat niet. Maar dat je gebruik maakt en dat je er iets positiefs mee doet met alle verworvenheden die je hebt in dit leven. En tenslotte, het leven is beperkt in tijd. We moeten allemaal op een dag, komt er weer een einde aan dit leven. En daarom heeft het zoveel waarde. En dat is ook, ik bedoel, dat is een van de andere redenen waarom het zoveel waarde heeft. Omdat, het is natuurlijk wel beperkt. Maar we kunnen elk moment zo goed mogelijk benutten om goede dingen te doen en goede talenten te ontwikkelen in ons leven. En we weten niet exact welke talenten we hebben. Maar we kunnen altijd ons richten op goede daden en dan ontdekken we wel iets. Lompa Tamachayo, onze abt en leraar in Thailand, die zegt wel eens... hij zegt twee dingen die hij heel veel zegt, heel erg een beetje op elkaar lijken, die twee uitspraken. De eerste is de term, we zijn geboren om goed te doen. Of om het letterlijk in zijn woorden, we zijn geboren om de kwaliteiten van de Boeddha te ontwikkelen. En dat is een hele bijzondere uitspraak. Zelfs in Thailand wordt dat niet heel veel gezegd. Het is wel een uitspraak die al bestond, voordat onze tempel bestond, maar je hoort het niet zo heel veel. Wat je wel heel veel hoort in Thailand is dat we zijn geboren om slecht karma op te maken. Dat is niet zo'n hele positieve attitude en het wordt ook niet veel door monniken ondersteund, maar goed. De kwaliteiten van de Boeddha, dat betekent niet zozeer dat iedereen per se een Boeddha moet worden of zo, maar dat je dus in zijn voorbeeld of gewoon de kwaliteiten, goede kwaliteiten die horen bij het mens zijn, zoals die kwaliteiten die ik net noemde, die ik eerder noemde, dat je die ontwikkelt en dat we allemaal zijn geboren om die te doen. Maar ook, wat hij er ook bij zegt vaak is, we zijn geboren met een bepaalde taak. Wat daarmee bedoeld is dat we allemaal een bepaald talent hebben wat we nog kunnen ontdekken. En als je dat ontdekt, dan merk je dat je ineens je passie vindt in je leven. En ik denk dat heel veel mensen die passie al hebben gevonden. Ik weet van mezelf dat dit is wel een van mijn passies wat ik nu doe. maar soms dan moet je een beetje graven. Ik heb heel lange tijd niet zoveel gehad met meditatie begeleiden bijvoorbeeld. Maar zoals Mark wel eens een keertje heeft bevestigd, we hebben die conversatie wel eens eerder gehad. Maar tegenwoordig is het wel iets wat me heel erg, waar ik me heel erg mee bezig hou.
En wat me heel erg boeit, gek genoeg, klinkt niet, niet zo intellectueel of zo, maar meer van het feit dat je, ja, dat je eigenlijk in meditatiebegeleiding heel veel dingen tegelijk leert. En zo hebben we denk ik allemaal onze passie. En bij mij heeft het dus, even kijken, ongeveer 13 jaar geduurd voordat ik die passie van meditatiebegeleiding werkelijk ontwikkeld had. Dat ik echt dacht, dit vind ik bijzonder en mooi. En voor die tijd was het meer een deel van mijn leven, maar meer niet echt een talent of passie. Talent is natuurlijk aan andere mensen om te bepalen wie er talent voor is, maar die passie die is een beetje later gegroeid. Maar lesgeven en het leren van de leer van de Boeddha beter leren kennen is altijd een grote passie van mij geweest. Maar op het moment dat ik de kans had om meer kennis te maken. Nu, ik ben een monnik. Mijn passies zijn natuurlijk heel erg specifiek voor het boeddhisme. Maar iedereen heeft zo'n bepaalde passie die positief is in het doen van goede daden, van die goede kwaliteiten van de Boeddha te ontwikkelen. En ik denk dat als je die passie, waarschijnlijk heb je die al ontdekt, maar als je die nog niet hebt ontdekt, dan kun je voor jezelf eens nagaan wat je graag doet en belangrijk is en mooi wat bijdraagt aan de maatschappij. En dat vaak te doen en daardoor denk ik dat je leven ook ik zelf vind dat wel heel belangrijk in mijn leven. En je kunt natuurlijk een beetje naar zoeken en wat je vindt voor jezelf, wat je het meest natuurlijk afgaat en je het meest gepassioneerd van wordt.